Ik ben Marianne Thieme, ik ben fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. En dit zijn allemaal kleine jonge activistjes tegen kernenergie. Wij moeten zuinig zijn op de aarde en de kernrampen die zorgen niet alleen dat het een ramp is voor mensen, maar natuurlijk ook voor dieren. En wij willen nog een aarde overlaten die gezond is, die schoon is voor de generaties na ons. En er hoort geen kernenergie bij. Dus bij kernenergie werd er gezegd dat de kans dat er een ramp zou komen, zou dat 1 in de 1 miljoen jaar zijn. 1 keer in de 1 miljoen jaar. Toen werd dat bijgesteld tot 1 keer in de 20.000 jaar. En nu is het al zo dat de afgelopen 57 jaar al 3 kernrampen zijn geweest en tientallen bijna rampen. En wij willen als Partij voor de Dieren dat er wordt geïnvesteerd in schone energie, in veilige energie. En daar hoort absoluut geen kernenergie bij. Dat is heel erg slecht voor de aarde. We hebben te maken met kernafval. We hebben te maken met een enorme risico voor zowel mens als het milieu als voor dieren. Nou, Partij voor de Dieren is eigenlijk gewoon een partij voor de hele planeet. Dat is ons issue. En dat betekent dus dat wij als uitgangspunt hebben mededogen en duurzaamheid. Er hoort bij dat niet wij alleen maar denken aan de mensen, maar dat we voorbij onze eigen belangen durven te kijken. Niet alleen maar de mens centraal zetten, maar ook kijken naar wat je leefomgeving nodig heeft, wat de dieren nodig hebben, om samen een aarde te hebben waar we in vrede met elkaar kunnen samenleven. Willen wij ervoor zorgen dat steeds meer mensen kiezen voor diervriendelijke en een milieuvriendelijke manier van leven, dan moeten we dat altijd doen door met argumenten elkaar te overtuigen. En door ludieke acties zoals hier op de Dam mensen te bewegen om de goede dingen te doen en voor de goede dingen te kiezen. Daar hoort dus geweldloosheid bij. Willen wij een steentje bij kunnen dragen aan een betere wereld. Een betere wereld voor dieren, een betere wereld voor het milieu. Een betere wereld ook voor mensen in de derde wereld. Dan is het van groot belang dat wij kijken naar wat op ons bord ligt. Met name wat op ons bord ligt is het eten wat wij consumeren. Gaat vaak gepaard met heel veel milieuvervuiling, met heel veel dierenleed. Denk met name aan vlees. Om vlees te produceren moet er heel veel veevoer worden gehaald uit derde wereldlanden. Terwijl de mensen daar honger lijden. En wij hier ontzettend veel dierlijke eiwitten nuttigen. Dus vlees en melk en eieren. Maar dat gaat dus wel ten koste van oerwouden, vanwege het veevoer. En ten koste van de mensen in die derde wereld, die kostbare granen die nu naar de intensieve veehouderij gaan, niet zelf kunnen nuttigen. Dus we moeten een andere manier van consumeren gaan bewerkstelligen. Met name ook hier in het Westen. Dus je ziet dat in China en in India gaan mensen steeds meer vlees eten, steeds meer melk consumeren. En als wij dat allemaal zouden gaan doen in de wereld, zoals we dat hier in de westerse wereld doen, dan hebben we een tweede aardbol nodig en die hebben we simpelweg niet. Voor 1 kilo vlees heb je 7 kilo granen nodig, dus dat zorgt dan voor enorm veel verspilling van kostbare eiwitten. Maar daarnaast is ook heel veel energie voor nodig om vlees te produceren. Alleen al het veevoer naar landen zoals Nederland brengen kost al heel veel fossiele brandstof. Maar ook de productie van vlees, dus op de boerderijen zelf, kost al heel veel energie. En wat je heel vaak ziet is dat dan mensen zeggen, weet je wat? We gaan van de bio-industrie maken energieleveranciers van. We gaan dan de mest vergisten en daar gaan we dan energie van maken. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Want daarmee heb je eigenlijk nog steeds de bio-industrie die veel meer energie kost dan dat het oplevert. Dus we moeten ervoor zorgen dat we minder gaan produceren en consumeren. Waardoor we veel meer ruimte hebben op deze aarde voor voedsel voor veel meer mensen. En dat de energie overblijft voor de dingen die werkelijk echt van belang zijn.